Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. Het programma waarin we duiken in de wereld van ringsporten. En vandaag hebben we natuurlijk weer een aantal gasten aan tafel. Onder andere natuurlijk Melvin Manhoef, welkom. En aan de andere kant Mark Trijsburg. Hallo. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Helemaal voorbereid? Jazeker. Ja, we mogen bijna vrijdag. Dus we zijn wel klaar voor. Ja, nee. Nou, om even terug te komen naar jou. Mark is natuurlijk een fanatieke vechter die in de competition meedoet. Ja. Dat is zeg maar de eredivisie voor het kickboksen. Ja, klopt. Nog even kort. Dat is een nieuw platform wat je bent gestart. Ja, dat zijn we gestart. Waardoor de jongens zeg maar eigenlijk continuïteit krijgen. In hun wedstrijdritme stappen of in hun wedstrijden. Yeah. En dat is wat er eigenlijk altijd miste. En nu kunnen ze zeg maar om de 8 weken kennen ze continu vechten. En dat is wat hun eigenlijk A, een betere atleet maakt. Heel snel door kunnen stromen naar de top wat ze willen halen, die belt. Ja, ja precies. Want die belt is wel heel belangrijk. Hoe voelt dat dat je er zo dichtbij zit, Mark? Ja, dat is wel fijn, maar ik wil hem gewoon mee naar huis nemen. Dus, het liefst had je hem even willen passen, hè? Maar ik ben niet zo van, ik ben niet heel bijgelovig, maar ik raak hem niet aan tot het moment daar is dat ik hem echt mee naar huis mag nemen. Ja. Zijn dat dingen die je, zeg maar, voordat je begon met dit alles, dat je toch dacht van jongens, ik moet gewoon een paar belts in mijn kast hebben? Dat is een soort kerst op de taart. Het is een stukje, ik weet niet dat het daarom gaat. Het gaat meer om dat mensen naar je kijken. Zeg maar de legacy die je nalaat als het ware. Je bent nu al op 29-jarige leeftijd ben je bezig met je legacy. Nou ja, natuurlijk maar, iedereen. Je begint toch ergens aan om iets passie en dat je hoge doelen. En daar passen kleine doelen in. En zoals een titel bij WFL. Ja, wat was de eerste kickboxwedstrijd die je gezien hebt? Ik denk, het toen met mijn jo van mijn moeder aan ging en die sauna nadoen. Ik denk dat een beetje het begin. Ja, ja. Dit is het wow, in de mayo van je moeder deed je aan die sauna. Ja, en die sauer. En die sauer had natuurlijk die lange broek. Ja, had die lange broek, lezenbroek. Dus moest ik gewoon nadoen. In de mayo van je ma, fantastisch. Ja, precies. Ja, leuk toch? Dat je dit ook eerlijk durft te zeggen, vind ik helemaal goed, man. Ja, nou, en die goed geregeld. Ja. wat tof zeg. Ja. Maar hoe oud was je toen? Ik durf dat niet te zeggen. Misschien een jaartje of 12, 11, 12 denk ik. Ja man, dat is die leeftijd dat je alles... Hey, en wat was een van de eerste, zeg maar... Ja, want Andy Sauer was toen ook al een grootheid natuurlijk op die manier. Ja. Heb je altijd ook mensen waar je tegenop hebt gekeken? Ik wil niet zeggen ergens tegenop kijken, maar er zijn genoeg vechters. Hier is er eentje naast me ik wel altijd naar heb gekeken. En wel op YouTube toen op de middelbare school van oei, oké, deze man is helemaal gek. Ja, dat bleek dus gewoon Melvin te zijn. Ik zeg Melvin Manhoef tegen Cyborg waarschijnlijk. Ja, dat zijn partijen. Blijft tot jouw kist, blijft die goed. Ja, die blijft goed, die blijft goed. Maar ja, laat ik het zo zeggen, mijn wedstrijden zijn goed, maar ik... liever zijn wedstrijden. Dit is de nieuwe lichting. Ja, dat is de nieuwe Kijk, die legacy. Kijk, dat is dus heel mooi. Hij praat natuurlijk over de legacy en dan praten we over mij. Maar in principe, jouw legacy begint hier. En ik denk dat hij is in principe een van de jongens die ik zeg maar ook geselecteerd heb. Die gewoon een hele leuke vechtstijl heb. En dat is eigenlijk heel mooi. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, de jongen, de 77 tot 79 divisie. Is echt bomvol. Ja. Is echt bomvol. Dat zijn echt de... Ik denk dat wij de top van Nederland hebben. Ja. Nou ja, het is gewoon gaaf om te zien dat dit dus voor het eerst nu zo op deze manier is. Dat je letterlijk een eredivisie hebt voor kickboksen. Ja. Dat mensen dus op die manier echt kunnen gaan bouwen. Want dat is wat je aan het doen bent. Ja. En daarbij zie je, je zit nou in de top 3 op dit moment van de competitie. Het is ook wel natuurlijk, mensen gaan week op week, gaan ze toch kijken. Oh, wat heeft die gedaan? Oh, nu moet ik zorgen dat die zeker win. En... Ja, volgens mij weet jij precies hoe het in elkaar zit dan? Wie zit nummer 1? Hoe dan? Nummer 1 was Kevin Hesseling met de knockout. Ja. En daarna kwam Jay. Die heeft een knockdown gescoord het laatste evenement. Ja. Dus die staan nu boven mij, dus ik zie ze graag tegemoet. Ja, zeker. Ik had dan een tegenstander en als je de beelden terugkijkt, had ik zeker ook een knockdown gescoord. En als hij wat minder ging liggen, dan... had ik hem zeker een knockdown gescoord. Dus ik schaar hem niet onder hun. Dus, nee. Laat maar komen. Moet je ook niet doen, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je allemaal voor gaat. Hè? Ja. Ja, zeker. En dan 28 mei tegen Abdel Mouya. Ja. Wat weet je van hem?
Nou, ik weet alleen dat hij een tijd niet gevochten heeft. Maar wat ik van hem heb gezien ooit op evenementen... volgens mij of, ja. vier jaar. Okay, ja. Dat is een hele tijd. Is een hele tijd, ja. Maar is een talentvolle jongen. Ja, echt een talentvolle jongen. Is dat hetzelfde met fitness trainen, dat zeg maar spieren geheugen hebben... en dat je toch ook in dat vechtritme dat je er zo weer in zit? Het enige wat hij zal hebben zal waarschijnlijk ringroes zijn. Maar het was echt een hele groot talent. Dus ja, ik ben benieuwd hoe hij terugkomt. Snap je? Ik weet ook niet waarom het zo lang is geleden dat hij niet heeft gevochten. Maar ja, hij is hier binnenkort ook in de studio. Ja, daarom. Dus dan kunnen we dat navragen. Gaan we het zeker eens eventjes vragen. Top. Ja, dus dat. Maar denk je dan dat je iets in voordeel bent, omdat je al iets meer ritme hebt? Ik weet hoe hij zich voelt. Wellicht misschien wel, maar ik ga ervan uit dat hij gewoon super hard getraind heeft. En de klaver is, want anders gaat hij ook niet weer na zo'n tijd deze competitie aan meedoen. Ja. Dus ja, ik sta gewoon de beste versie van Abdel sta ik gewoon tegenover. En die ga ik gewoon onder ogen zien en tot een mooi resultaat maken. Tot een mooi resultaat maken. Ze zijn allebei zo hongerig. Ze zijn allemaal hongerig, maar ze zijn allemaal voorzichtig. Dat is wat ze nog een beetje moeten leren, die jongens. Ja. Dat ze wel mogen durven praten. En dat is eigenlijk wat we in Nederland missen, snap je? Trash talk is niet op z'n... Nou, het is niet eens trash talk. Het is niet eens trash talk, want ik bedoel, als ik in de ring ga ik hem gewoon... Ja, ik ben hier om te winnen, snap je? Als ik weet dat ik verlies, ga ik niet. Ja. Als ik het van tevoren weet dat ik verlies, dan zeg je, oké, is goed. Nou, ik ga deze niet doen, snap je? Maar op het moment dat ik denk dat ik ga knokken en ik sta er... En dan wil ik winnen ook. En het liefst op knock-out. Ja, dat is bij mij echt niet het andere verhaal. Ik ga erop, je hoort het niet. Ik denk dat je ook wel bij jezelf moet blijven. Ik ben ook geen trash talker. Ik ga ook niet zeggen... Dat is iets wat ik wel ga doen. En hij moet zijn borst inderdaad gaan maken. Ja. Dat tegen iemand staat die hem echt... een kopje kleiner wilt maken. Maar ik verwacht ook niks anders van hem. Nee. En maar dat is toch geen trash talk? Is toch gewoon de waarheid? Nee, je vertelt gewoon de waarheid. Kijk, jij gaat de ring in om hem gewoon in de eerste, tweede, derde ronde... maakt niet uit, zo snel mogelijk. Ja, dat is... Tuurlijk! Dat ga ik wel doen. Je mag zeker van je zaak zijn. Ik ben zeker van mijn zaak. Kijk, en als je trash talk, dan ga je zeggen... dan ga je bullshit praten. En dat is wat we niet... Kijk, dat hoeft niet. Maar jij mag wel gerust zeggen van... luister... ik ga gewoon winnen en ik wil gewoon met de hoge trap winnen of ik wil dit. Of, hè? En Jay zei dat toevallig ook. Ja, ik ga met de hoge trap van Chico winnen in de tweede ronde. Ja. Nou, dat gebeurt niet, maar dat gebeurde wel in de derde. Maar, snap je? Dus, hij zegt het gewoon. Dus dat mag, weet je. En dat is natuurlijk juist het mooie ervan. Nou ja, zeker. Zonder dat je de ander beledigt, mag je wel zeker zijn van je zaak. Ja, maar dat ben ik sowieso. Ja oké, nou, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja. Inderdaad. Dames en heren, als u bij die stream aanwezig wil zijn, dat kan natuurlijk. U kunt dan uw stream kopen via Team Trijsburg. Ja. Via wflstream.com. Zorg in ieder geval dat je er zeker bij bent, want je wilt dit niet missen. Want Mark is echt naar die zoektocht om op die eerste positie te komen. Ja. En hij is hongerig. Ja, ze zijn allemaal willen schouden. Allemaal willen schouden. Maar dat is ook echt het allermooiste. Ja, als je weet gewoon waarvoor je traint, je weet wat het doel is. Ja, je hebt nu een mooi doel zo met die competitie. Ja. Ja. Dat is iets, een mooi concept. En mensen, die gaan mensen binden. Die gaan zien van, hey, die hebt tegen die. Oh, die moet laat tegen die. En dat is iets moois. Zeker. Een mooi concept. Dus we wensen je heel veel succes. Ja, trouwens. Ja, maar Abdel heeft nog 0 wedstrijden gevochten in de competitie natuurlijk. Mark heeft er al 1 gedaan. Dus in principe kan je eventjes aan kop staan. Op het moment dat je wint. Maar het maakt niet uit als met einde, als ik daar maar aan het kop sta. Okay. Precies. Ik uit dat je niet aanraakt als je straks van tafel laat gaan. Maar wens je heel veel succes. Dank je. Dank je wel voor je komst. Tot slot, Melvin. Als mensen de stream willen volgen, waar kunnen ze dat dan volgen? Boxinginfluencers.com. Oké, dus daar kan je stream halen en dan weet je zeker dat je het actie niet hoeft te missen. Nee, dan weet je het zeker. Ook voor de WFL mensen, ook op boxinginfluencers.com. Oké, en bedankt voor het kijken. We zijn er weer met een volgende aflevering van de Punch. Tot de volgende keer. Hoi! Aanstaande vrijdag 28 mei. Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen. Zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle. Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanway en Joey Craig.
Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.